Deze nieuwsuitzending, die is voor het slapen gaan. Dat wordt een nieuwe. Ik heb dus nieuws. Het wordt een nieuws, maar die is voor het slapen gaan. Van de nummer 1 of zo. En de voor het slapen gaan uitzendingen, die zijn voor het slapen gaan. Lekker als je een drukke dag hebt gehad. Al die drukke kinderen. Of zo. Saai op het werk. Ik word doodmoe. Zo saai op mijn werk. Of wat anders. Gezeik met je over chipkaart. Meer moderne klaagtoestanden. Nou, lig je lekker in bed. Dit doe je lekker met je oortjes op. Of gewoon de luidspreker van je laptop. Want ik heb gewerkt aan die audio. Die wordt goed gecomprimeerd. Dus dat moet je ook uit de speakertjes van je laptop kunnen krijgen. Ik doe nooit een eindmuziekje. Want ik luister heel veel voor het slapen gaan naar Jurk Liesman bijvoorbeeld. Of First Amendment Radio. En die hebben dan zo'n eindmuziekje. En dan word ik iedere keer weer wakker. Nee, er komt geen eindmuziekje. Op het einde zeg ik tjus en dag lieverd. Nou, daar word je niet wakker van. Het is nou toch ook 8:30 s'avonds. Bij mij dan nou, hè. Ja, ik moet ook een beetje kalm aan doen. Het onderwerp waar ik het over wil hebben, nu je nog wakker bent, dat is geloven. Wat is dat? Er zijn mensen die zeggen, ja, van geloven, daar krijg je alleen maar ruzie van. Nee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel geloven in de zin van ik geloof, jij gelooft, hij gelooft, wij geloven. Jullie geloven, zij geloven, zullen geloven, hullie geloven. Nou, als werkwoord. Als een actie. Iets wat je doet. En die ruzies tussen geloven. Ja, dat zijn ruzies tussen geloofsdoctrines. Groot probleem. In India heb je Hindoestaanse mensen. En je hebt moslims. En je hebt boeddhisten. En christenen. Ja, zonder meer. Maar het boeddhisme valt niet te verenigen met het mohammedanisme. Daar zit een in de... Sorry voor mijn stotter. Daar zit in de grond een te groot verschil. Boeddhisme en christendom, dat is niet zo'n groot probleem. Voor de gelovige mens, laat ik het zo zeggen. Voor de gelovige mens is boeddhisme niks mis mee. Die Hindoestanen, die zijn een beetje, idolateristisch of zo. Ja, je moet een stip op je voorhoofd en dan moet de vrouw moet dit en lalala. Maar ja, dat gaat er allemaal aan, man. Het geloven, dat blijft.
En dan niet het Hindoestanisme, dat sterft uit. En binnen het Mohammedanisme heb je ook nog heel wat geëikel, hoor. Want die Mohammed, God zegene zijn naam of zo. God zegen zij op hem. Ja. Ik wil helemaal geen gescheid met die denominatie. Dat je even weet over welke Mohammed ik het heb. Namelijk degene, God zegen, erop rust. Niet Mohammed van de snack, maar. Nee, maar die Mohammed had die dagen. God zegen zij op hem. Die had een neef. Die heette Ali, volgens mij. Dat zijn de Alewieten geworden. En dat is een onderdeel van het. Ik denk van de Shiïten. Je had toen, misschien nu nog wel, op de Spijkerlaan. Is dat zo'n. Zo'n tent met van die TL-balken bovenin. En dat maakt er geen donder uit. Want die tafeltjes die zijn van Formica. En die stoeltjes zijn van plastic. En voor het rookverbod van 2007. Er zaten daar horden met kerels. Asbakken vol te dumpen met as. En dan speelden ze. Dat spelletje ook weer. Dat, niet dat trektrak, maar backgammon. Een kaartje leggen. En dan hoorde ik later dus van een. Dat is van Ali. Ja, die had een tent er twee dingen verderop. Hè. Een bar. Die is helemaal niet mogen bedalen, helemaal niks. Hè. Dat is gewoon Ali. Ali Siankali is hem bijna. En die zei tegen mij: ja, dat zijn allemaal Alewieten. Ik zei: oh. Nou, dat weet ik ook niet. Er is veel diversiteit tussen geloven. Zelfs binnen het Mohammedanisme zijn er meerdere stromingen. En dat heeft alles te maken met de gebrekkige taal van de Koran. Ze hebben een taalprobleem daar. In het Arabisch, wat ik niet de meest geweldige manier van schrijven vind. Maar dat is dan mijn mening. Maar dat is het denk ik wel waar. Ik denk dat het niet de meest geweldige manier van schrijven is. Vooral omdat je schrijft van rechts naar links. Het is niet handig. Naar mijn mening. Schrijven, dat doe je van links naar rechts en van boven naar beneden. Punt. Lekker eenvoudig doen we allemaal. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar er zijn mensen en die hebben het anders geleerd. En die willen dat graag van rechts naar links blijven doen. Ja, ze kunnen ze wel willen. Maar als ze op Wikipedia een grafiek opvragen van de NASA, van hoe zit het eigenlijk met de gemiddelde temperatuur hier op aarde over de afgelopen 2000 jaar. Ja, dan staat toch echt het jaar 0 staat links en het jaar 2000 staat rechts. Dus grafieken zijn van links naar rechts. Maar los daarvan, die Koran is geschreven in het Arabisch natuurlijk. Hè. En dan zonder klinkers. Dus een woord als bak, of buk, of bok, dat schrijf je allemaal BK. En uit de context blijkt wel of het gaat om ik buk, of zo. Jij bent een bok, of daar is de bok. En ik ben aan het bakken. Ik bak in de zon. Ja, het is niet heel handig. Er zit wel een kern van waarheid in, hoor. De medeklinkers zijn heel bepalend voor het woord. Veel meer dan de klinkers.
Dus daar zit wat in. Maar om daar nou je hele geschrift aan op te hangen. Jeetje, man. Had even die klinkers erbij gezet. De Koran is erg poëtisch, schijnt. Echt in de oorspronkelijke taal lezen. Maar ja, dan begint een groot probleem. En die Alewieten hebben dan ongetwijfeld weer andere benadrukkingen. Dan de Soenieten en de Soenieten weer anders dan de Sjiïten. En ik hoorde van Wim Kruidentuin dat, dat ze bezig zijn in dat gebied. In dat geloofsgebied, wat nu over de hele wereld heerst. Dat ze bezig zijn om een universele versie van de Koran op te gaan stellen. Die dan, mag ik het hopen, ook in het Engels komt. Dan kan ik het ook een keer lezen. Ik heb hem trouwens gelezen hoor. Ik heb de Nederlandse vertaling van de Koran gelezen. En de eerste pagina's zijn uitnodigend om door te lezen. Na een pagina of 50, 60, toen was ik de draad kwijt. Toen snapte ik het niet meer. Veel leefregels staan erin. Meer de handel en wandel van Mohammed. Gods zegen zij op hem. Maar ja, dat zeggen ze van Jezus Christus ook natuurlijk. Maar het verhaal van Jezus Christus is punt 1 een stuk korter hoor. Met de Koran. En dat gaat dan dus over Jezus. Dan krijg je daarna Handelingen. Maar dat is niet door Jezus geschreven. Daar was Jezus niet bij. En dan nog de brieven. Van Petrus aan de Corinthiërs of Paulus. Ik ben niet zo bijbelkenner. Dan heb je al die brieven. Dus een soort van, hoe noem je dat? Hart onder de riem brieven. Broeders, zusters, houd vol. En wij hebben de consensus gevonden. Die katholieken hebben daar een tijdje mee lopen klooien. Het heilige Romeinse Rijk. En nog steeds, de wereld is overspoeld met allerlei vertalingen. Ja, maar nergens op slaan. Zelfs in de Bijbel die ik al jaren hier in huis heb, van het Nederlands Bijbelgenootschap. Nou, daar hebben we toch één of twee, ik met Jurk samen, een paar lelijke vertalingen aangetroffen. En in de King James, by the way, en dat is voor de christenen de standaardbijbel, 1611. Daar staat ook in een van de 10 geboden, in het Hebreeuws, want dat komt uit het Hebreeuws, dat zijn 10 geboden, Oude Testament. Dat is allemaal Hebreeuws. Nou, in het Hebreeuws staat daar, volgens mensen, het staat op internet dan. Daar staat, gij zult niet moorden. En in de King James staat, en in de Statenvertaling ook. En in de NBG ook. Daar staat, gij zult niet doden. Thou shalt not kill, staat in de King James. Het gaat niet om killen. Het gaat om moorden. In het Hebreeuws. Ja, dat zijn kleine dingen. Voor de rest is de King James helemaal. Is vergeleken met de Koran dan. De Koran moet hun King James, als het ware, nog schrijven. De Koranisten. Die moeten een concilie houden, bij elkaar komen. En de King James dat heeft. Ik weet niet hoe lang gekost. Lang hoor. 5, 6 jaar of zo. En dan met 50 mannen. En iedereen werd geacht om
de hele vertaling op eigen houtje te schrijven. Dus iedereen moest elk stukje vertalen. Ja, dan ben je wel even bezig. Ja. Dan moet je dus 1200 pagina's vertalen. Ja, ga er maar aan staan. Als ik 5 jaar heb, hoe heb je dan maar 200 pagina's per jaar? En dan moet je er ook eens van. Dan moet je 4 pagina's per week doen. Ja. Heb je 200 pagina's per jaar? Ja, zeg maar, 4 pagina's per week moet je dan vertalen. Ja, is natuurlijk wel te doen. Maar die vertalingen, die werden in teams werden die verzameld. En zo'n team hield dan een gezamenlijke, ja, een concilie, zeg maar. En dan werd er een consensus getroffen over de beste vertaling. Van, wat heb jij dan geschreven? Ja, ik heb dit geschreven. Oh, ik heb dat geschreven. Nou, dan werd alles naast elkaar aangelegd. En dan leverde dat team de consensuele vertaling op van 1 vers. Of 2 versen, 3 versen. En dat deden 7 andere teams ook. 6 andere teams. Dus in totaal 7 teams. En daar werd dan de consensuele vertaling gekozen. Dat is een zorgvuldig proces, laten we eerlijk zijn. En dat foutje in de 10 geboden is daardoor heen geslopen. Ga mij niet vertellen dat daar een conspiratie achter zit. Van volksgeest, ja, misschien een beetje, maar ja, dat weet je ook niet. Je moet niet moorden. Ja, klaar. En doden, ja, voor mij eigenlijk ook niet. Misschien ben ik wel meer King James achter. Dat ik zeg, nou, gewoon helemaal niet doden. Dacht je daar nog van? Don't kill nobody. Scheelt toch een hele hoop. Ja, en de boeddhisten, ja, die hebben niet een ontologie, dus alleen maar moraalfilosofie. Om te komen tot verlichting. En verlichting is wat Christus Jezus zegt. Hè. Geef alles weg. En wees vrij. Dus wat Boeddha zegt, zegt Christus ook. En het boeddhisme, dat is vet overgenomen door de katholieke kerk, by the way. En die Mohammedanen ook, hoor. Er zit de katholieke kerk zit erachter. Alberto Ribera, en die man is dood. Zijn vrouw, die leefde toen nog. En die zei van, joh, ze hebben hem vergiftigd, of zo. Alberto Ribera was een katholieke priester. Een hoge jongen. Ja, de eed van trouw en alles en zo. Toen is hij er uiteindelijk uitgestapt. En toen heeft hij waarschijnlijk die vrouw ontmoet. Of andersom. Maar hij had er schoon genoeg van. Een klokkenluider heet dat. En Alberto Ribera, die vertelt dat hij op studiereis moest naar Vaticaanstad. En dan kregen ze college in een klein groepje van kardinaal Bea. En dat is Bea van Beatrix. En dat die kardinaal toen heeft verteld van, ja, kijk, dat Mohammedanisme, dat hebben wij op de kaart gezet. Ja. Want wij hebben Augustinus de opdracht gegeven om alvast in de rondte te lopen blazen dat er een profeet aankomt. Dit zegt Alberto Ribera. Dus, geef hem even door. Er zijn mensen die betwijfelen de oprechtheid
Ja. Misschien is dat zo. Aan de andere kant... Kijk, de Koran is een neoplatonisme. Een platonisme, daar komt de Griekenland. You believe me dat bij die katholieken dat ze alles weten van Plato. Dat is wel leuk hoor. Plato's grot. Hè? Iedereen zich afvragen van wat bedoelt Plato nou eigenlijk? Wat bedoelt hij nou? Maar wat hij bedoelde was, als je het gepeupel onder controle wil houden, dan moet je het zo aanpakken. Je moet ze allemaal beelden, die moet je realiseren. En dan gaan die mensen naar die beelden kijken en dan gaan ze ook verbanden zien en dan gaan ze met elkaar discussiëren. En, oh, nou, volgens mij is dan net dat geweest. Nou, volgens mij gaat er nu dan dat gebeuren hoor. Dus iedereen kijkt naar die beelden. En die beelden moet je creëren achter de ruggen van die mensen om. Dus je moet niet openlijk zeggen van... we gaan 9-11 doen en dan storten die torens in elkaar... en dan worden jullie allemaal boos op de Mohammedanen... en dan gaan we lekker bommen gooien op Irak. Nou, als je dat van tevoren zegt, dan doet niemand mee. Maar dat beeld van die instortende torens, dat moest gecreëerd worden. En dan schrikken we allemaal. En die andere waar Plato het over had, van in die hoedanigheid dat mensen naar die beelden kijken. Die beelden moeten zo indrukwekkend zijn dat ze niet langer naar elkaar kijken. Mensen geen begrip meer hebben voor de buurman. Want 9-11 is gebeurd. En dan zegt Plato ook nog zo heel fijntjes erbij. Van je, en die ene sukkel die het spelletje in de gaten heeft. En die de andere gaat informeren. Die wordt vanzelf door de groep... wordt er korte metten mee gemaakt. Nou, die houdt zijn bek wel. Want mensen zitten in dat heerlijke bad. Van, indrukken en beelden. En wow, oh, oh nee. Er is een nieuw museum open. Oh, deze. En zo kijken wij niet langer naar elkaar. Het is ook wel leuk om samen naar het museum te gaan. Geen punt. Maar die dingen worden gecreëerd voor ons. Die oorlogen vooral. Ja, dat platonisme, ja, de staat heet het werk trouwens ook nog. Ja. Als je wil weten in wat voor staat je leeft, nou, dan moet je het boek lezen van Plato, De Staat. En reken maar dat die ouderwetse gedachten heel actueel zijn. Misschien wat begrippen veranderen of zo. Maar het komt ongeveer neer op wat we nu hebben. En die katholieken, die hebben dat platonisme prima onder de knie. Dat platonisme komt uit de gelederen van de katholieke kerk. De katholieke kerk, haar onderkant, is Babylonisch. Het komt uit Babylon, Sumer. Sigimus. Ze hebben een filiaal gehad in Egypte. Maar toen zijn ze met z'n allen doorgetrokken naar Griekenland. Ja, daar had je dat hof. Eerst Socrates. Dat is helemaal geen aardige man. Dat was een sodomiet, by the way. Die had seks met Algebiades. Een soort Pim Fortuyn, zeg maar. Socrates heeft helemaal niks opgeschreven. Probleem nummer 1. Een lapswans was het, denk ik wel.
Nou, Plato dan wel. En na Plato kwam Aristoteles. Dat was een leerling van Plato. En Plato was een leerling van Socrates. En dat is weer doorgetrokken naar het noorden van Italië. En dan zijn ze dat gedoe met het Heilige Romeinse Rijk begonnen. De katholieken. De universele. Die katholieken die zijn voor een eenheid van kerk en staat. Het Heilige Romeinse Rijk is... Eenheid van kerk en staat. Allemaal op zondag naar de kerk. Dat komt van de Babyloniërs. Net als het vieren van Kerstmis. Dat komt uit Babylon. Waar die gedachte. Heeft niks te maken met de Bijbel. Het huwelijk ook niet. Hè? Bij de katholieken, bij Babylon. Hè? Dan moet je trouwen voor de kerk. Daar heeft de kerk helemaal niks mee te maken. Volgens de Bijbel. Dat is een van de sacramenten. Noemen ze dat bij de katholieken. Het huwelijk. Oh ja, en de doop. Heb je een nieuw kind gebaard en dan moet je als een sodemieter naar meneer pastoor. En dan krijgt het een beetje water over zijn hoofd. En halleluja, prijs de Heer. En die andere, oh ja, de biecht, maar die is afgeschaft. Met het Tweede Vaticaanse Concilie. Je hoeft er niet meer naar de biecht. Oh ja, het meest verschrikkelijke, de mis. Ik erg hoor. Ik heb het één keer meegemaakt, een katholieke mis. Heel lang wilde ik niet in dat soort gebouwen. Dus ik wilde helemaal niet eens naar binnen. Dan had ik een katholieke vriendin. En dan moesten we met kerst. Een jaar was het dan naar haar ouders. Of zo, en een ander jaar naar mijn ouders, denk ik. Dan moesten we naar haar ouders toe. En die gingen dan op kerstavond en masse allemaal... van die eentjes over... Als je in zo'n rijtje... Ja, we gaan naar de kerk. Allemaal opschieten, jas aandoen. En dan die klokken zo van ding-dong, ding-dong... Ik bleef dan thuis. Ik ging niet mee. Ik verexcuseerde mij. Ik zei, ja, dat mag niet van mijn geloof. Ik ben geen katholiek. En ik vind, als je geen katholiek bent, dan moet je ook niet naar een mis gaan. Klaar. Maar één keer heb ik het gedaan. Voor de gezelligheid. Dat ik maar, ach, ik zet het even opzij. Ah, jawel, ik ga wel even mee. Dat was ergens in de buurt van Made in Brabant. Dat was een andere vriendin, hoor. Ja, ik vond het wel gezellig, dat wel. Maar het slaat nergens op. Staat niet in de Bijbel. Dat Babylonische geloven, dat is heel moeilijk aan te duiden wat het nou precies is. Het is in ieder geval niet christelijk. Niet bijbelgelovend christelijk. Zeer zeker niet. Een hocus pocus plus. Hocus pocus pas, by the way, dat komt van de
spreuk die een priester moet uitspreken terwijl hij de grote hostie omhoog houdt. En dan zegt hij hok, ha 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 Christi of zo. Ja, daar komt dat hocus pocus van. Hocus. Dit is het lichaam van Christus of zo. Een raar gedoe, hè? Het is behoorlijk mis aan het gaan met de katholieke kerk. Stelt niks meer voor. Niet voor het volk. Het is alleen maar een geloof voor de, ja, voor Tony Blair bijvoorbeeld. Die had die Irak-oorlog gedaan vanuit Engeland. Toen was hij klaar en toen gaf hij een stokje door aan zijn vriend Gordon Brown. Zo. We waren studiegenoten. En toen werd Tony Blair katholiek. Ja. Nou, katholicisme is voor de rijke mensen. Die dat kunnen betalen. En dan gaan die priesters maar de kinderen neuken van de eigen rijke mensen, ja. In plaats van kindertjes uit sloppenwijken. Hey, katholicisme is niks. Die hebben ook dat merkwaardige begrip moeder van God. Nou, daar kan ik me niks meer voorstellen. De gedachte erbij is dat het gaat om Maria. Want Jezus is God. En Maria is zijn moeder. Zoiets dan. Ja. Daar klopt iets niet. Maria-verering komt in de Bijbel niet voor. En dat gebed van wees gegroet Maria, ja, dat heet een of andere neo-neo-platonist uit zijn duim gezogen. Heilige Maria, moeder van God. Gezegend zijt u onder vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Katholicisme is een rare boel. Wat heb je er meer voor geloven? Ja, je hebt nog natuurgeloven. Ja. Die geesten. Geest van het bos. Geest van de kolibrie. Nou, daar is niks mis mee. Als je regelmatig omgaat met de kolibrie en maar ja, iemand in Noord-Groningen die zegt dat niks, hè? De geest van de kolibrie. Dan moet hij op YouTube kijken naar hoe een kolibrie eruit ziet. En dan denken, oh, dat is dan de geest van de kolibrie. De geest van de krokodil. Dat heet toch natuurgeloven? Het natuurfilosofieën. Ja. Voor de rest zou ik het niet weten, hoor. Ja, je hebt nog die Noorse dingen met allemaal verschillende goden. Thor en Freya en zeg het maar. Het worden geen blijvertjes. En die Mohammedaanse beweging van het geloof, ja, die moet als een sodemieter komen met een consensueel boek. En alsjeblieft in het Engels vertaald. Als je het Oude Testament, wat bestond uit Hebreeuws en Aramees, als je dat in het Engels kan vertalen en in het Nederlands,
Ja, dan moet dat ook kunnen met het Arabisch. En misschien dat bepaalde poëzie verloren gaat. Ja, dat kan. Maar dan hadden ze het ook maar niet op rijm moeten stellen. Is een beetje dom, hè? En neem zo'n uitspraak van Christus Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus dat is in het Hebreeuws, nee, in het Grieks is dat geschreven. In het Grieks is dat precies hetzelfde. Ja, andere woordjes, maar er staat precies hetzelfde. In het Engels ook. In het Frans ook. Daar mogen die Mohammedanen, die Koranisten, gaan smijkeren. Ja, het schiet een beetje op. In 1611 waren wij zo goed als klaar. 1650, 53 of zo. Daar waren we op zijn Nederlands zo, ja, klaar. En in het jaar 2000 is er een Duitse versie gekomen met die kwaliteit. Ja, los van die drie Bijbels, waarvan de ene dan in het Engels is, die andere in het Nederlands en die derde in het Duits, dan staat precies hetzelfde in. Dan heb je nog de New King James Version. Ja, daar zit niemand op te wachten. Vind ik niet. Ik zou niet weten waarom. Je hebt dat hele proces gehad met die 7 teams van 7 personen. En dan jarenlang 4 pagina's per week er doorheen stampen. Ook nog overleggen. Ja, dan moet je mee. Ik vind dat je er een punt achter moet zetten. Er is zo lang aan gewerkt door zoveel mensen. Ja, dan moet je laten zitten, vind ik hoor. Je praat over honderden manjaren. En toen was die klaar. En dan al die nieuwe vertalingen, de NKJV, de New King James Version. Heb je ook nog de International Version? Nee, de New International Version. Hele stapels, hè? En de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, die is dan, ik weet niet wanneer die vertaald is. Maar dat is denk ik een vermodernisering van de Statenvertaling. Nou, is niet echt nodig. De Statenvertaling is prima te lezen. En tegenwoordig, iedereen kent Engels. Dus als je Engels kent, dan ja. Kan je ook de King James lezen. Een beetje translate.google erbij. Hetzelfde van elkaar. De Bijbel is interessant hoor, qua boek over het geloof. Als je het geloof wil leren kennen, zou ik de Bijbel pakken. Het meest zorgvuldige boek over het geloof. De Dhammapada is reetdun. Ja, Socrates, Plato, Aristoteles is uiteindelijk niet meer dan politiek geouwe hoer. En de Mahabharata, denk ik, ja. Ik heb hier een cd in huis. Die heet dan Mahabharata. Een dvd dan. Hè? Hebben ze een film van gemaakt.
Ja, moet je met de Bijbel eens proberen. Oh, je hebt ook nog mensen die geloven in numerologie. En astrologie, dat zijn natuurlijk ook geloven. En numerologie heeft in zoverre effect dat getallen beïnvloeden mensen. Die aanslagen die waren van 11 september 2001, die waren op 11 september. Op zijn Engels is dat 911. Maar dat was al die tijd al het alarmnummer. En wij hebben 112 hier in Nederland, dacht ik. In Amerika hadden ze 911. Ja. Ja, wie zat erachter? Is dat toeval? Nee, ik denk het niet, hè? En mensen worden beïnvloed door nummers. Onze psyche. Onze archetype. Dus, dat deel van je denken wat je moeilijk onder controle kan krijgen. Het is dus moeilijk om je daar niet in te laten meesleuren. Dus, en in zoverre is numerologie heeft een basis, maar er zit verder niks achter of in. Je hebt toch ook zo'n parfummerk en dat heet 4711. Dat is ook zo'n leuke. Ja, je noemt een parfum, noem je niet 8397. Nee, noem je 4711. Dat spreekt aan. Dan heb je nog astrologie? Nou, ja, dat zegt ook wat. Dat zijn kleine dingetjes hoor, hele kleine vibraties. Niet te veel van aantrekken. Maar mensen die geboren zijn, zoals ik, zijn maagd. Maar die lijken wel een beetje op elkaar. Ze hebben bepaalde overeenkomstigheden. Geldt ook voor een boogschutter of schorpioen. Heeft te maken met het moment waarop je geboren bent, natuurlijk. Maar dat moment is even een bepaalde lengte van een dag. Mijn kind is geboren op 21 december. Dat is de kortste dag. Ja, dan krijg je een bepaalde eerste indruk van het leven. Hè, krijg je dan. Dus mijn dochter werd geboren. En, die had helemaal niet in de gaten dat het de langste nacht was. En ze had natuurlijk ook niet in de gaten dat de dagen langer werden. Maar het was wel zo. En dat heeft indruk gemaakt. Ja, dat maakt haar tot een bepaald soort mens. En dingen als maanstanden en zo, ja, dat scheelt ook wel. Dus vast, dat was in de tijd dat ik in Wageningen studeerde. Dat het bij tandartsen was opgevallen dat je beter maar geen kiezen kon trekken als het volle maan was. Of andere dingen, medische handelingen. Het bloed en alles. En mensen bloeden veel meer met voeten met volle maan. Patiënten dan, hè? Groot probleem. Oh, goud. Maar dat speelt mee. Die dingen spelen wel mee. Maar dat gaat allemaal niet over het geloof. Het gedoe met die maanstand. Dat het eb en vloed. Dat is de realiteit. Het geloof is de Is het inzicht in het feit dat jij
de werkelijkheid niet kan bevatten. En je zegt, ja, want ik heb nog geen kwantummechanica gedaan. Een snaartheorie, daar wil ik ook nog een keer aan beginnen. En daarna wil ik leren schaken. Maar mijn punt is, de werkelijkheid kan je niet bevatten. En kwantummechanica is niet de werkelijkheid. Kwantummechanica is een manier om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Maar het is niet de werkelijkheid. Immanuel Kant, die Duitse schrijver, filosoof, die maakte een mooi onderscheid tussen ding an sich selbst, te weten, de werkelijkheid, en die Erscheinung, de verschijning, dat wat iedereen de werkelijkheid noemt. Maar dat wat iedereen, of behalve Immanuel Kant en ik, en nog een paar andere mensen, wat die, voor ons is de verschijning, en de werkelijkheid is het niet de verschijning, maar die zit erachter, of onder, of boven, of binnenin, maakt niet uit waar. En er is maar één werkelijkheid. Er zijn mensen die zeggen, ja, iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. Nee, ja, mensen verschillen. Dat hoef ik niet uit te leggen. Het is een tautologie, het is een waarheid in zichzelf. Mensen verschillen. En ze verschillen in de manier waarop ze de verschijning, die Erscheinung, volgen. Dus ik liep een keer, was met de moeder van mijn kind, we liepen langs een meertje. En ik zei, jeetje, wat mooi, hè? Alle vogeltjes. En het was lekker weer, niet te warm, niet te koud. En mooi zo'n doorkijkje. Dat was bij de Amstelveense poel. En zij zei, nou, ik weet het helemaal niet. Ik weet het eigenlijk. Zij kijkt naar die prullenbak die daar stond. Dat is zo'n bankje. En kennelijk hadden, dat was een zaterdag. Kennelijk hadden kinderen, denk ik dan. Die hadden allemaal patat gehaald. En frikadellen. En blikjes cola. En die meisjes erbij natuurlijk. En die hadden daar eventjes party gedaan. En toen alles in die prullenbak gepropt. Maar er was zoveel rotzooi. Er lagen er ook dingen naast. Ja, ik kijk daar niet naar. Ja, ik zie het wel. Maar ik zie dan alleen maar van, oh, ze hebben gisteravond hebben ze echt wel heel gezellig. Van het opgeschoten grut van een jaartje of 16, 17. Met zo'n knalbrommer. Ja, dan zie ik het helemaal voor me. Ja. Nou, voor de rest kijk ik naar dat meertje en die vogeltjes. Ja. Die vliegsaties, die drijfsaties. Dan heb je kleine drijfsaties, iets grotere drijfsaties. Die zagrijnige drijfsaties, zoals meerkoeten. Een zagrijnig tuig, jongen. Oh, oh, oh. Zijn geen vriendjes van de eenden. Ja, het is maar waar je naar kijkt, hè. Dat is wat je ervaart, hè. Maar dat gaat over de verschijning. Het geloof is dat je weet dat er iets achter de werkelijkheid zit. Dat je weet dat je dat aanvaard hebt. Er zit iets achter. Er is iets aan de hand. En het is niet dat Donald Trump de verkiezingen gewonnen heeft. Dat ga je mij niet vertellen.
Dat is maar een verschijning. Donald Trump is trouwens van de katholieken. Dat ik het even weet. Heel Amerika is van de katholieken. Zuid-Amerika. Zonder meer. Maar Noord-Amerika ook. Ja, je kan één ding zeggen van die katholieken. Maar ze kunnen goed het spel Risk spelen. Die protesten met gele hesjes. Iedereen denkt, we komen in opstand. Wij zouden moeten vragen aan onze regering om even de kaart op tafel te leggen. Welke afspraken hebben jullie gemaakt met het Vaticaan? En onze regering zouden moeten vragen naar de aanslagen van 11 september. Want dat verhaal met Osama Bin Laden, dat geloof ik niet. Dat kan ik niet aannemen. Dat is duidelijk zo. Het is in de werkelijkheid, in de verschijning, is dat niet te doen. Dan kan je wel dromen, dan kan je een roman over schrijven. Want er was eens een man met een tulband. Hij was geboren van een rijke aristocratische familie in Saoedi-Arabië. Hij heette Osama Bin Laden. En die ging naar een grot. Met een laptop. En via een satellietverbinding heeft hij 19 kornuiten aangestuurd. En die zaten al in het westen. In het verdorven westen. En die 19 kornuiten met nog een stuk of 6 begeleiders. Maar die 19 kornuiten van Osama Bin Laden, die hebben zichzelf te platten gevlogen. Was dat weer? Twee tegen die torens aan. Een eentje in het Pentagon. En die vierde, die heeft zichzelf begraven in een vlak naast een bossage. Was dat weer? Weet die beroemde plek nou ook alweer? Shanksville. Dat zouden we moeten doen. En met een geel hesje lopen. Denk ik, ja, dat kan ik ook wel doen. Maar je geloof is een soort van vertrouwen. Ja. Yeah. En ik zou het baseren op de Bijbel. Het zou me hooglijk verbazen als je dit weet te vinden in de Dhammapada. Oh, en dat vergat ik te vertellen, want dat boeddhisme, dat is overgenomen door die katholieken. En die zijn dus begonnen met het begrip boeddhistische kloosters. Ja, dan weet je al hoe laat het is, hè? Denk je dat Boeddha ooit naar een klooster is geweest? Denk je dat Boeddha ooit van plan was om zijn discipelen te vragen om hem te volgen en een klooster te gaan bouwen? Voor nieuwe discipelen? Nee, natuurlijk niet. Iedere vorm van idolaterie keurde Boeddha af. Geen tempel, helemaal niks. Geen altaar. Je hebt er niks aan. Namelijk. Ik heb hier in huis heb ik een altaar, by the way. Als je in mijn woning binnenkomt, dan kijk je tegen de muur aan. Dan moet je naar rechts, dan kom je naar mijn woonkamer, waar ik nu zit. En waar je als eerste tegenaan kijkt, wat hangt daar? Een foto van mijn oma, van mijn vaders kant.
Het horloge wat mijn opa kreeg, mijn opa van vaders kant kreeg, bij zijn pensioen. Bij Fokker. En nog iets wat hij zelf gesoldeerd heeft. En ja, van alles. Ja, het is meer een soort prikmuur. Maar hij kijkt er altijd heel tevreden naar. Ik denk, ja. Ja, het ziet er wel mooi uit. Was ook een keer, ik was in een streetcafé. En er zaten twee jonge vrouwen tegenover mij. Dat waren vriendinnen. En ik vroeg aan die twee van, heeft een van jullie zin om een potje te schaken? Nou, die ene die recht tegenover mij zat, die keek me zo heel guitig aan. En die zei, ja, dat is goed. Maar ik ben er niet zo goed in hoor. Ik zei, nou, dat maakt niet uit. Ik help je wel. Nou, dan werd haar vriendin ook geïnteresseerd. Ja, denk maar na over je zet. En ik zei nog op een bepaald moment tegen mijn tegenstander, ja, hou mijn koningin in de gaten. Want daar ben ik wat mee van plan. Ik ga haar niet vertellen wat ik ga doen. Maar hou mijn koningin in de gaten. Zij zo, oké. Ja, dan maakt ze een goede set. Nee, oké, rustig setje. Ik was wat van plan met mijn koningin. Dan kan hem aandoen. Zo'n potje schaak met twee mooie jonge vrouwen. Ja, dat misstaat een man niet, hè, van 59. Ja, toen maakte ze. Ja, toen was mijn hele aanval was klaar. En dan heb je helemaal zo'n mooie een soort van, ja, piramide structuur gemaakt of zo. En dan doe je de final move. En dan kwam die koningin kwam eruit. En dan zei kabam. Ja, dat had ze verloren. Ja. Ik had toch zo gezegd, pas op voor mijn koningin. En een meisje keek me helemaal gelukzalig, gelukzalig aan. Helemaal dromerig. Ja. En dan ging ze weg met haar vriendin. En dan kwam ze nog even terug naar binnen. Want bij het streetcafé, daar staan flesjes buiten. Grolsflesjes met bloemen erin. En dan weer dit en dan weer dat. En deze keer stonden daar roosjes. En dan kreeg ik van haar een roosje. Een roos, ja. Een rode roos. Ja, daar heb ik een stuk van het steeltje afgeknipt. Toen een spijker gepakt. En die roos in de muur genageld. Ja, dat is mijn altaar. Oh ja, dan had ik ook een christenkruisje. Maar zonder poppetje. Alleen maar twee stukjes hout. Voor dat ding betaalde ik destijds, ik denk iets van, dat was in de gulden tijd, hè, maar naar euro's omgerekend. Zeg maar, €2,10 of zo. Nou, mooie balkjes, hè, mooi stukjes hout. Ja, dat symbool is toch wel leuk, daar heb ik niks mis mee. En het christendom, dat correspondeert het beste met, noem het maar, de wijsheid van Immanuel Kant. Of beter gezegd, de wijsheid van Immanuel Kant sluit niet uit dat dat wat in de Bijbel staat, gezond is om te begrijpen. En voor een mens, je bent je eigen mind controller. En jij bepaalt wat in jouw geest allemaal binnengaat. Ik zit nu te kijken naar Quentin Tarantino met zijn film Kill Bill. Maar dat is meer een soort sociologie-studie of zo. Maar waar gaan die films eigenlijk over? Maar ik laat me daar niet door beïnvloeden. Ik geloof er niet in. In de Bijbel geloof ik wel. Heel mooi. De Bijbel is nog mooier dan ik vroeger dacht. En gelovige mensen die allemaal hetzelfde boek lezen, anders krijg je ruzie. Maar je leest allemaal de King James. Dan ben je toch één groep.
En dan kan je bij elkaar komen in kerkgebouwen. Waarom niet? Als je dat leuk vindt. Ja. Maar er hoeft helemaal geen opsmuk bij. In Amerika hebben ze dan van die kerken met, ik wil, 2000 man in de zaal. Jeetje. Nee, wat mij betreft werkt dat niet. Ik snap het net niet. Je begrijpt de Bijbel of je begrijpt hem niet. Klaar. Niks, geen geheimen of zo. Het is de invulling van jouw geloof. Iets beters dan de Bijbel is er niet. En iets vergelijkbaars met de Bijbel is er ook niet. Ik ga afsluiten hoor. Bij dieren. Neem vogels. Ik zag dat ook gisteren. In de buurt van Almere, boven de weilanden. Van die zwermen vogels. Die verzamelen zich of zo. En die vertrekken dan naar het zuiden. Het begint koud te worden. Tijd om te gaan verkassen. En dan maken ze van die zwermvluchten. Dus alleen maar een beetje in de rondte, boven weilanden, met z'n allen. Wiep. Nou, iedereen aan boord. Oké, nou, waar gaan we naartoe? Ik wil naar Spanje. Oké, ga jij maar voorop. En dan gaan ze eind vliegen, jongen. En waarom doen die vogels dat? Ze kunnen het ook in een eentje. Nee, dat doen ze niet. Ze gaan in zwermen. En ze komen in zwermen weer terug, mag ik aannemen. Trekvogels. Maar uit geloof doen ze dat. Sorry voor mijn stotteren. Dat samen zwermen. Eens kijken hoe ze dat doen, man. Het lijkt wel één ding, zo'n zwerm. Helemaal cirkels door de lucht trekken. Omhoog en weer omlaag. Je zou er hoogtevrees van krijgen. Dat doen ze uit geloof. Dat is het geloof. En wij mensen, ja, wij zijn van het woord. Wij hoeven niet ieder half jaar naar Spanje en dan weer terug. Ja. We hebben een ander ding. Ons ding is het woord. Het is het woord dat ons in leven houdt. En daarvoor spreken wij hetzelfde woord. En mensen die het woord van de Bijbel niet spreken en niet laten blijken uit hun handelen, ja, die krijgen ruzie met iedereen. Degene waar ze nog de kleinste kans van ruzie mee hebben, zijn de mensen die wel de Bijbel begrijpen en laten uiten in hun leven. Dat zijn de zachtmoedigen. De erfgenamen van deze aarde. Lastig hoor. Veel mensen zijn bevangen door angst. Nou, ik heb nog wat bier. Dus ik ga een mooie volgende maken. Voor het slapen gaan. En of je nou gelooft of niet. Maakt geen donder uit, hè. Het punt is dat wat
Immanuel Kant ding aan zichzelf noemt. Wat in de Bijbel God heet. Dat houdt van jou. Tot in het waanzinnige aan toe. En hou je aan zijn geboden. En de rest. Hey, dag lievers. Het was super fijn dat je even zo luistert. Ik stel dat erg op prijs. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag schattenbouten.